in het centrum van Veendam werden begin deze maand de BV Veendam-dagen gehouden. En tijdens deze festiviteiten werd er een voetvolleytoernooi georganiseerd voor jeugdspelers van BV Veendam. De spelers van de selectie liepen bijna de hele dag door het centrum van Veendam om handtekeningen uit te delen. En de jeugd maakte daar dankbaar gebruik van. Het was dus een en al gezelligheid in het centrum. En hier wachten de bezoekers van het centrum geduldig op de dingen die gaan komen. En het geheel werd muzikaal ondersteund. En wij luisteren even naar Lucas en Gea. Toen wij lang gaan zagen, ben ze in jij of niets meer. Wat ze doet, meer zoals op z'n ogen, als die laatste keer. Ik was te lang weg van jou. Daarom heb ik die spijt. Jij hebt iemand anders gevoeld. En die weet ik je best. Waarom ik niet zo was. Ik heb er alles verloren. Maar misschien komt er ook een kans. Daar wil ik voor gaan. Ik hou van jou nog niet als toen. Ik heb een maat. Ik van jou maar in een zoen. Jij doet voor mij nog veel meer waard dan de moeder. Ik kan gewoon niet leven zonder jou. Ik heb een maat. Ik heb al die tijd op jou gewacht. Ik heb een maat. Ik hou de sterren in de nacht. Ik hoor dat zo. Als ik jou liep ben in mijn mond. Zodat jij hier in mijn armen wacht. Ons gezicht is maar kort. Je straalt op en je zegt ik moet gaan. Mijn hart gaat heel heftig te veel. En je lijkt er nog aan. Je loopt de nacht tegemoet. Ik ben nou als niemand je kent. Ik weet dat ik wacht. Ik heb een maat. Ik hou van jou nog niet als toen. Ik heb een maat. Ik van jou maar weer een zoen. Jij bent voor mij. Nog veel meer wachten. Ik kan gewoon niet leven zonder.
jammer, jammer, weer op zoek, een keer doe maar. Kreeg ik van jammer weer een zoen, blijf ons voorbij. Nog veel meer dan ik kan gewoon ik leven zonder jou. Heel romans, heb al die tijd om jou verwacht. Heel romans, ik zou te strijden in de nacht, die voor de zon. Als ik jou niet denk in mijn dag, zodat jij weer in mijn armen lag. Heel romans. Dank u wel! En na het optreden van Lucas en Gea reed de spelerbus naar het Museumplein. Maar de rit verliep niet zoals men had verwacht. Chauffeur toch lukken om de spelers bij het podium af te zetten. Iedereen van harte welkom bij de open dag en de spelerspresentatie van de BVV Dam. Gaan we altijd even terugkijken naar het afgelopen seizoen. En wat hebben we de eerste maanden gigantisch genoten van de BVV Dam. Die voetballend ontzettend goed was. Met heel veel strijd, heel veel beleving en we stonden uiteindelijk vierde. En ja, eigenlijk is het daar wel een beetje misgegaan. En dan ga ik ook straks even uitleggen wat er misgegaan is. We hebben geen na-competitie gehaald en dat is over het algemeen ja, eigenlijk best wel teleurstellend. Want we hadden toch wel verwacht dat we dat gingen halen. Maar we gaan stappen maken met de club. En wie het nieuws van de laatste tijd heeft, sportnieuws heeft bekeken, dan gaat het goed met de club. En natuurlijk zijn we bij de gemeente geweest. En ik beloof jullie allemaal, de komende jaren gaan we ook nog wel eens een keer naar het gemeentehuis. En dan gaan we vieren dat we een keer promoveren. En daar moeten we naartoe gaan. We beginnen met de spelerspresentatie. En de allereerste speler die op het podium komt is Guilherme Afonso. Welkom, hoor. Voordat we met Guilherme verder gaan, maak je dus in het voetbal. Als club zijn de BVV Dam maakt hele mooie dingen mee. En die maakt ook dingen mee die gewoon echt vreselijk zijn. En die bij de club gewoon heel hard aankomen. Het afgelopen seizoen hebben we vier mensen verloren. Met een echte BVV Dam gehad. En ik zou ze even opnoemen. Dat is Henny Wolf, Wim Zwart, Klaas van den Berg. En al vroegere jaren echt een enorme topscorer. En oud bestuurslid Chris Aalman. En daar willen we even bij stilstaan. Dus we houden hier even, en ik hoop dat het met al deze mensen gaat lukken, even één minuut stilte vanaf nu. De verwachtingen zijn altijd heel erg hoog. En als spits zijnde is het overal meer moeilijker dan voor de middenvelder gaan verdedigen. Jij moet doelpunten maken. Als jij geen doelpunten maakt, ja, dat doe ik niet goed. Ja, maar goed. Als je spier bent, dan weet je dat mensen van jou verwachten dat je het niet meer kan doen. Dus die verwachting is voor alles goed te zetten. Dus, we moeten beter mee omgaan. Binnenkavel? Ja, zeker. Ik ben met zin in
Ik hoop dat we een hele mooie seizoen gaan maken en voor de supporters. En nu zie je het, ook bij de presentatie houdt Joop Galm het heft in handen. En Martin Drent stelt op zijn manier alle spelers voor aan het publiek. We mogen gelukkig nog een jaar van Gerard genieten. Bedankt. Maar het publiek weet al waar het de BV aan ontbreekt. Tot zover onze reportage over de BV Veendam-dagen.